Dag geurgenoten, ik ben weer in Griekenland en het is een beetje fris, want het is februari en ik neem altijd parfums mee uiteraard en niet altijd uit mijn eigen winkel, want ik vind het altijd leuk om dan andere geuren te bespreken. En hier komt hij dan. Als je nieuw bent dan welkom. En het gaat hier over geuren. En meestal over de geuren uit mijn eigen winkel, maar nu deze keer niet. Ik ga het hebben over een Italiaanse geur, Trussardi en The Sound of Donna. Nou, dat is een hele moderne geur. En The Sound of Donna, dat zie je in het YouTube filmpje van de advertentie eigenlijk, waar het over gaat. Is een hele knappe Italiaanse zangeres. Ze heet Annalis. Zoiets. En het clipje is opgenomen in Milaan. Leuk om te weten. Nou, het is een vrij hippe, moderne geur. En ik vond het leuk om hem uit te proberen. Want ik had hem een keer geroken. Ik dacht, nou, die is wel leuk om mee te nemen op vakantie. Normaal val ik namelijk niet zo voor dit soort geuren, want hij doet mij een beetje denken aan, en ik zal ontzettend veel mensen nu beledigen, hij doet mij denken aan Black Opium van Yves Saint Laurent. En die vind ik echt, die geur haat ik. Sorry jongens, ik haat het echt. Ik vind het zo bagger, vies. Maar deze lijkt erop. Alleen vind ik dit een betere, frissere uitvoering. En nou goed. Ik ga er wat over vertellen. Sound of Donna is een oriental. Is een bloemige geur. En ik vind het ook een beetje hoe zou ik het zeggen? Een gourmandachtige geur. Ik ga niet alle noten opdreunen. Maar ik ga proberen een beetje te vertellen waar het over gaat. En ik spray hem zoals gewoonlijk op een waaier. Altijd leuk. Ik heb een heleboel waaiers natuurlijk meegenomen in mijn koffer. Maar iemand vroeg aan mij, je hebt wel heel veel waaiers waarschijnlijk. Nou, ik was ze gewoon uit. Dus het is stof. Dus alles van stof kun je wassen. Dus dat doe ik. Ik haal het gewoon in een sopje. Sound of Donna. Nou, het opent met, de geur opent met mandarijn. En amandel. Er zit amandel in. En kastanjes zitten in, dus dat vind ik zo leuk van deze geur. Want kastanje wordt niet zo vaak gebruikt. Amandel trouwens ook niet echt vaak, vind ik. En magnolia zit erin volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Had ik eigenlijk moeten bekijken. Ik vind die amandelgeur altijd heel erg lekker. En met name in deze, en wat mij nou triggert in deze geur, is de roos en de tuberoos. Want ik ben gek op tuberoos. Heliotroop, daar ben ik ook gek op. Een heliotroop is een bloemetje. En dat bloemetje ruikt een beetje amandelachtig. Dus amandel met heliotroop. Mooi. En in de basis zit patchouli. Dat is bijna altijd sandelhout. En wat ik heel leuk vind, Mont Blanc Desert. Nou, dat past hier waarschijnlijk niet in. Maar ik neem aan dat het iets soort whipped cream is. Een soort slagroomachtig iets. En die amandel. En dat een beetje die creamy vibe. Dat romige sfeertje. In deze geur. Ik vind het een soort amandelhemel. En dan in combinatie met die tuberoos en die roos. En of het, ik denk dat het wel een beetje synthetische geur is. Dus echt wel mainstream geur. Dus niet echt ontzettend indrukwekkend. Maar toch, als je hem draagt, krijg je enorm veel complimentjes. En het is een mannenlokker. Het is een hippe geur en het is een mannenlokker. Dat heb ik al heel vaak gehoord. En het is zo, want ik heb hem een paar keer gedragen. En mannen vinden dit gewoon geweldig ruiken. Dus heren, jullie kunnen dit dan eigenlijk ook zelf dragen als je het zo lekker vindt. Waarom niet? Maar goed, het is wel wat vrouwelijk, deze geur. Het is, wat vind ik zelf? Ik vind het wel een jonge geur. Ik vind het ook een hele hippe geur. Ik vind het een blije geur. En
Ik ga hem even op mijn mouw doen. In het begin is die wel heel zwaar. Dus het is wel dat je even denkt van... maar ja, goed, Black Opium ook. Alleen deze is gewoon makkelijker te dragen. Ik vind Black Opium gewoon hinderlijk. En de mensen die hem op hebben, dat zijn de mensen die ik heb ontmoet in restaurants of zo. En die walmen 10 kilometer in de wind. En die bezorgen anderen gewoon overlast. Het is gewoon niet chic als je dat doet als je uit eten gaat of naar een bioscoop gaat. Probeer dat een beetje te doseren. En ik denk dat Black Opium dan misschien wel te doen is. Maar ik vind deze gewoon lekkerder. Dus als je dus niet houdt van Black Opium, maar wel van die soort sfeer, dan vind je dit wel heel erg oké. En ja, ik val gewoon op Italiaans. Dus dat scheelt denk ik ook enorm. Dus, het is een mannenlokker. Het is een amandel, hemel, een romige, creamy geur. Een blije geur. En ook wel, ja, ik vind hem toch wel apart. En ik vind hem vakantiewaardig. Nou, dat zegt ook al wat. Dus ik ga hem zeker een aantal keren dragen. Dat is best wel aardig al wat uit voor mijn doen. Dank jullie wel dat jullie keken. En ik ga weer meer filmpjes maken. Ik heb het gewoon veel te druk gehad de laatste tijd. Echt veel te druk. Dus ik moest mezelf een beetje op de rem zetten. Dank jullie wel dat jullie keken nogmaals. En vergeet je niet te abonneren. Dat zou ik leuk vinden. En nou, vertel wat over jezelf, over de geuren. Hieronder kun je stukjes schrijven wat je leuk vindt. Waar je van houdt, waar je niet van houdt. Hou je van Black Opium? Hou je van dit? Hou je van Italiaanse geuren? Noem maar op. Tot de volgende keer. Bedankt. Dag, groetjes vanuit Griekenland.